aan, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een mooi of zooi video. Namelijk, vandaag ben ik er met drie verschillende kwasten, beauty sets, make-up kwasten sets, hoe je ze ook wil noemen, van de Action. Dit leek mij namelijk heel erg leuk om samen te gaan kijken, is dit nou mooi of is dit nou zooi? Want deze sets zitten allemaal rond de 3 en 5 euro. Dat is natuurlijk insane goedkoop. Vooral als je nagaat dat je in zeg maar de minste set zitten drie kwasten. In de andere krijgen we drie kwasten en twee beauty tools. En in de grootste krijg je maar liefst 8 kwasten en 2 beauty blenders. Vandaag gaan we dus deze allemaal testen. Kijken, is het nou waard ja of nee? Ik heb gewoon verschillende sets voor iedereen wat, denk ik dan. En gaan we kijken, is het het geld waard en valt het te gebruiken? Want het is natuurlijk super goedkoop, maar zorgt het er dan ook echt wel voor dat je make-up er mooi op zit ja of nee? Dat weet ik niet. Dus dat gaan we proberen. Voordat we er samen in gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu naar Noël in de toekomst gaan. Die geen make-up op heeft. Want heel veel hiervan zijn foundation kwasten. Dus daar gaan we natuurlijk mee beginnen. Hi, nou daar ben ik dan. Ik heb alle make-up kwasten al uit hun doosjes gehaald. En ik kon ze dus ook al goed bekijken. Dus ik ga eerst zo even over mijn eerste indruk hebben. Als eerste moet ik zeggen, nou ja, ik heb al een voorkeur sowieso wanneer ik ze uit de verpakking haalde. Want mijn twee favorieten zijn sowieso de witte borstels. Die kende ik al. Die heb ik al in mijn collectie. Ben ik dol op. En ik ga zo meer vertellen waarom. Maar de aangename verrassing was de zeemeerminnen set. Die ziet er namelijk echt heel erg goed uit. Hij ziet er mooi uit. Mooi gemaakt. Er zitten geen rare productiefoutjes in of zo. Het enige waar ik me wel een beetje zorgen over maakte was de zwarte set. Terwijl dat eigenlijk de duurste van deze drie is, had die de meeste problemen. Namelijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen gaan zien op film, maar in elk geval, ze zijn eigenlijk alle poederkwasten, dus de grotere kwasten, zijn heel slecht gesneden. Wat natuurlijk geen ramp is, omdat het vrij budget is, valt het een beetje te verwachten, maar bij de zeemeerminnen set is dat namelijk helemaal niet het geval. Verder ook, wat ik echt heel erg disgusting vind, dus die ga ik ook niet gebruiken. In de grote set zat een beauty blender, deze, en er zit al gewoon echt een foundation of een concealer vlek in. Ik weet niet hoe, maar het is echt bruin en het ziet eruit als foundation. Dus deze ga ik echt niet gebruiken. Dit ziet eruit alsof iemand het al misschien een keer heeft gebruikt en schoongemaakt. Dus deze ga ik niet vandaag op mijn hoofd gebruiken om die reden. Ik weet niet hoe het mogelijk is, want er zat nog wel een tapeje op de verpakking en zo. Maar dit vind ik echt, ja, vies. Dus op eerste indruk zijn de witte borstels en de zeemeerminkwasten mijn favoriet. En de zwarte, eerlijk gezegd, voor de duurste set heeft de meeste problemen gelijk die ik op eerste gezicht zie. Laat ik dan mijn primer op gaan doen. Ik doe gewoon alles hoe ik dat normaal ook doe met mijn make-up. En daarna gaan we gewoon de opties proberen. Qua foundation hebben we 3 opties gekregen. We hebben de grote borstel. Die gebruik ik persoonlijk al best wel vaak. Vooral als ik snel de deur uit moet. Gebruik ik die grote borstel al voor mijn foundation. Als ik gewoon 10 minuten makkelijk make-upje doe. Dus die ga ik zo aan jullie laten zien. En verder komen allebei de set met zo'n platte foundation kwast. Waar ik persoonlijk een hekel aan heb. Eerlijk gezegd zelf denk ik dat die soort foundation kwasten gewoon al klaar zijn. Je ziet ze ook veel niet meer. Als ik een foundation kwast gebruik, dan gebruik ik een ronde platte van Real Techniques. En ja, dat is eigenlijk wel het nieuwe standaard. Zo'n soort foundation kwasten zie je niet vaak meer bij meer duurdere kwasten. Dat komt omdat je hier vaak strepen van krijgt en dat het niet helemaal mooi is. Maar we gaan het in elk geval proberen. Ik ga deze allebei dus proberen op een stukje. Ik ga zo kiezen. Bijvoorbeeld 1 wang doe ik de 1. Op de andere wang doe ik de ander. Ik ga de beauty blender gebruiken. En bijvoorbeeld op het voorhoofd deze. Zodat ik goed aan jullie kan laten zien wat het verschil is. En kan ik ook zien wat het beste werkt. Oké, laten we als eerste de beauty blender gebruiken. Ik heb hem nat gemaakt. Hij wordt niet heel veel groter. Wel iets. Maar het valt me tegen hoe groot hij wordt. Hij wordt echt maar een slagje groter. Dat is het. Laten we voor de kin de beauty blender doen. Die heeft gelijk een uitdaging, want ik heb vandaag een buisje. Dus ik doe eerst gewoon de foundation op mijn kin. Op zich werkt die prima, alleen je krijgt wel echt een heel natuurlijk effect. Dat komt natuurlijk ook omdat hij met de eerste gebruik aardig wat van je product opeet. Daarom ben ik persoonlijk ook niet heel erg meer fan van beauty blenders gebruiken, omdat het je gewoon veel meer product kost. En als je dan gewoon een goede foundation kwast hebt gevonden, dan heb je dat zeg maar niet meer nodig. En dat scheelt je heel veel product. Dus ik merk dat ook gelijk, maar hij bedekt ook echt helemaal niet het puistje hier. Dus daar gaan we zo een andere voor proberen, gewoon kijken of die het wel dekt. Het is een budget beauty blender. Hetzelfde als denk ik
elke budget variant. Dus op zich niet per se slecht, maar ook niet dat ik denk wauw. Dan gaan we door naar de twee foundation kwasten. De Zemermin variant voelt iets zachter aan dan de zwarte set. Die is iets stugger. Dus ik ben benieuwd of ik verschil merk. Zoals ik al zei, ik ben vaak niet fan van dit soort kwasten. Vaak krijg je een beetje strepen ervan. Maar we zullen zien of ze me ongelijk bewijzen. Dan beginnen we met de zwarte aan de rechterkant. Voor mij in elk geval. Ja jongens, wat ik al heb gezegd, dat doet deze dus ook gewoon precies. Hij maakt gewoon strepen. Het ligt er heel erg op. Ik heb niet het gevoel zeg maar alsof het in mijn huid zit of zo. Het voelt meer alsof ik het heen en weer beweeg. Als je kleine deppende bewegingen maakt, kan je het wel iets beter dat je minder strepen krijgt. Je moet echt niet zo bewegen, anders krijg je een streep. Nee. Ik vind hem ook helemaal niet fijn voelen. Hij is heel stug. Gaan we de andere proberen aan de andere kant? Oké, deze voelt dus echt wel gelijk een stuk zachter aan. Sorry, de buren zijn aan het boren. Ze zijn aan het verhuizen. Dus het spijt me als je het hoort in deze video. Ik kan er helaas niks aan doen, want ik kan nu alleen deze video opnemen. Ja, nou ja, sorry jongens, ik ben gewoon heel eerlijk met jullie. Ik ben hier niet zo'n fan van. Deze voelt wel gewoon fijner op de huid. Maar doet praktisch zeg maar hetzelfde. Ik denk dat deze gewoon een beetje verleden tijd zijn. Meestal weten mensen dat wel, maar in die budget set komen ze vaak. Maar als ik zou moeten kiezen, zou dus de Zemermin winnen. Want die voelt gewoon een stukje prettiger op de huid aan. Die andere voelt echt hard. En ik denk dat als ik die dagelijks zou gebruiken, ik heb best wel een hele gevoelige huid, wordt heel snel rood. Ik denk dat ik dan eerder last zal krijgen van die zwarte dan van deze. Want deze voelt wat fijner op de huid. Oké, laten we dan naar de positieve gaan, want dat weet ik al. Ik vind dit ding echt geweldig. Zeker voor de prijs dat het is. Ik vind zeg maar die hele set al de prijs waard van die grote. Ik ga wel even gewoon in mijn hele foundation daarmee doen. Want hoe mijn make-up er nu uitziet ben ik geen fan van. En ik weet gewoon dat die het gaat oplossen voor me. Dus. En ik doe natuurlijk ook mijn nek. Vergeet nooit je nek mensen. Dat is dus deze grote jongen. En die werkt zo fijn. Ik draai hem. Dat is gewoon de manier die ik het prettigst vind. Oh, hij is ook helemaal nieuw. Werkt het gewoon zo chill in de huid, jongens. En als je denkt van, oh, hij is te groot. Dat werkt natuurlijk niet fijn bij de ogen. Hij vormt echt heel mooi mee. Omdat het handvat is een beetje buigbaar. Dus daardoor kun je ook prima bij je ogen, bij je neus. En zoals ik daar straks dus al zei, deze gebruik ik vaak op dagen dat ik eigenlijk niet echt veel tijd heb. Of geen zin heb om make-up te doen. Het werkt gewoon zo ontzettend snel. Je werkt het er zo snel in. En nu zit ik ook nog te praten tegen jullie. Dus ja, deze is een aanrader. Ik moet wel zeggen, mijn huid heeft vandaag wel echt, hij is plakkerig en rood. Zoals je denk ik ook wel er doorheen kan zien. Dat komt omdat het gewoon heel erg warm is op dit moment. Dus dat ligt niet aan de tools die ik gebruik. Maar die hebben daardoor wel een extra uitdaging. Maar sowieso de winnaar van alle foundation kwasten die ik in deze set zaten, was deze. Gaan we snel door naar de oogkwasten. We krijgen verschillende opties. In de Zemermin set zit er maar eentje. En dat is een ronde, platte oogschaduwkwast. Wederom is dit zo'n kwast die je eigenlijk vrijwel altijd ziet in budget sets. Ik weet niet zo goed waarom. Misschien zijn dat de soorten die het goedkoop zijn om te maken. Waarschijnlijk, denk ik. En verder in de andere krijgen we er best wel wat meer. Daar krijgen we namelijk 3 oogschaduwkwasten en ook nog een wenkbrauwkwastje en een spoolie. Qua de 3 oogschaduwkwasten laten we daar even mee beginnen. Daar zit dus wederom een hele vergelijkbare in. Dit is dus ook een platte oogschaduwkwast. Alleen deze zwarte is loopt iets meer uit in een puntje dan die van de Zemermin set. En verder krijgen we 2 echt hele kleine. Ze zijn bijna hetzelfde. De een heet Eye Blend. Nou, ik weet niet wat je hiermee moet blenden. Maar dit is echt de kleinste Eye Blend die ik ooit heb gezien. Persoonlijk weet je natuurlijk, je kan altijd kwasten voor alles gebruiken wat je zelf wil. Dit is een kwastje die ik persoonlijk zeg maar onder mijn ogen zou gebruiken. En dat geldt eigenlijk ook voor deze. Dit is een small crease. Maar de kwasten zijn op zich oprecht zo klein. We hebben helemaal geen blending. Zo'n fluffy blending kwast voor je oogschaduw. Dat krijg je er niet in. Nou, laten we hiermee onze oogschaduw doen. Ik begin met de Zemermin kwast. Platte oogschaduwkwasten gebruik ik eigenlijk altijd gewoon om pigment op te bouwen op je ooglid. En daarvoor zo te zien doet hij het prima. Het enige wat ik nu dus mis is een blending kwastje. Want normaal gebruik ik die dus om dit aan de bovenste rand uit te blenden. Prima, doet zijn werk goed. Ik ga zo blenden, vandaar dat het er raar uitziet. Maar voordat we gaan blenden ga ik ook de zwarte gebruiken. En daar doe ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde mee. Alleen dan op het andere oog. Oh. Interessant.
Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat deze hetzelfde zouden presteren. Maar wederom, de zwarte heeft er iets meer moeite mee. Deze pakt iets minder snel de kleur op. Heeft iets meer geduld nodig. Moet je iets meer opbouwen. Maar op zich, allebei deden het prima. Het is gewoon een platte oogschaduwglas. Doet allebei zijn werk. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik de Zeemeermin laten winnen van deze twee. Dan gebruik ik dus eventjes een van mijn eigen kwasten om te blenden. Gewoon puur omdat het er niet bij zit. En ik ga niet zo door het leven. Dan pak ik de Eye Blend. Een van de kleine kwastjes. En die ga ik onder mijn oog gebruiken. Ik weet eerlijk gezegd niet wat je hiermee zou moeten blenden. Het heet echt Eye Blend, maar deze is zo stug. Ga hier alsjeblieft niet mee blenden, jongens. Want hij is zo stug, je pookt je eigen oog nog uit. Maar daardoor werkt hij wel perfect voor oogschaduw onder je ogen aanbrengen. Want daardoor werkt hij wel heel precies. En dan pak ik Small Crease, kijken of ik daarmee... Ja, die doet eigenlijk hetzelfde. Er is niet echt een verschil tussen deze twee. Ze zijn allebei stug, klein en hard. Maar dat werkt wel heel fijn voor precisie onder de oog. Dus daarvoor top. Dan gaan we door naar de wenkbrauwen. En daarbij kregen we dus alleen een wenkbrauwenkwastje en een spoelie in de zwarte set. Nou, ik moet zeggen, doet het goed. Tot nu toe is eigenlijk bijna alles stug in deze set. Alleen, ik vind juist met wenkbrauwen het heel fijn als die een beetje stug is. Want dan heb je meer controle om het te shapen. Dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Maar dit is een prima make-up kwast. Ik zou zeggen, voor wenkbrauwkwast zou ik hem een 7 uit 10 geven. Helemaal prima, niks mis mee. En qua de spoelie, 10 uit 10. Kan je ook bijna niet mis mee gaan, lijkt me. Maar werkt prima. En ja, deze ga ik gewoon in mijn stash sowieso zetten. Want hij werkt gewoon goed. Dan gaan we mijn hoofd afpoederen. En daarvoor hebben we dus weer twee kwasten. We hebben de zwarte en daar staat dus ook op powder. En we hebben deze ook grote van de Zeemeermin set. Zijn eigenlijk wederom dus weer praktisch gezien hetzelfde. Alleen dan allebei een andere uitvoering. Andere set, andere kleuren combo. Doen we wel weer 50-50. Oké, jongens, het spijt me als je het ziet in deze video, maar ik zweet me op dit moment echt kapot. Het is veel te warm. Ik zit het boven en het is op dit moment wanneer ik het film heel warm en het is een sauna aan het worden hier. Op zich werkte deze zwarte prima. Hij voelt wel echt super synthetisch aan, moet ik wel zeggen. Maar voor de rest heeft hij wel gewoon zijn werk gedaan. Dus ja, meer kan ik er ook niet van vragen. Dan gaan we nu met de Zeemeermin kwast de andere kant doen. Ja, heel gek. Ik weet zelf ook niet hoe, maar ik ga hem aan de Zeemeermin kwast geven. Want wederom heeft deze een veel minder... Ja, deze voelt echt super synthetisch. Deze is waarschijnlijk ook gewoon helemaal synthetisch hoor. Maar deze heeft minder dat gevoel. Deze voelt meer zacht. En deze voelt gewoon echt als plastic op je huid. Dus ik ga hem aan de Zeemeermin kwast geven. Had ik eigenlijk niet verwacht, omdat de zwarte is de duurdere set. Krijg je ook meer in. Dus op een of andere manier had ik aan het begin verwacht dat de zwarte set mijn fave zou zijn. Maar tot nu toe, de Zeemeermin set is... Killing it. Dan voor het contouren van mijn gezicht heb ik hier zo de bronskwast in de zwarte set. En heb ik deze kleine witte kwast. En die ga ik gebruiken voor mijn neuscontour. Heb ik al wel eens gedaan. Gebruik niet heel vaak, moet ik eerlijk zijn. Want het is gewoon wat meer werk en daar hou ik nooit van. Maar ik weet op zich al dat deze wel gewoon naar behoren werkt. En daarvoor wel heel precies te werk gaat. En deze gaan we gewoon gebruiken echt voor het gezicht bronzen. Hiervoor gebruik ik expres vandaag een van mijn donkerdere bronzers. Zodat je echt duidelijk kan zien wat de kwast doet. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Oké, ik moet zeggen, deze zwarte bronspowder kwast is 100% mijn favoriete tot nu toe dat we in deze zwarte set hebben gekregen. Deze doet zijn werk, doet het prima, blendt goed uit. Dus dit is eigenlijk een aangename verrassing, want de afgelopen waren een beetje teleurstellend naar mijn mening. Dit is een 10 uit 10. Voor een budgetmerk is dit een 10 uit 10. Ik heb nog geen één keer zo'n fijne bronskwast gehad van zo'n budgetprijs. En dan kun je natuurlijk ook gaan nadenken, weet je, volgens mij kostte de grootste set iets van 5 euro. Iets minder misschien zelfs. En dan kun je natuurlijk wel gaan nadenken van... is deze kwast 5 euro waard? Naar mijn mening wel, want hij doet goed zijn werk. En 5 euro voor een goede kwast is alsnog heel erg budget. Het is een beetje afwegen wat je zelf wil. Dan gaan we de witte precisiekwastje gebruiken. Deze lijkt altijd een beetje eng als je het de eerste keer gebruikt. Maar gewoon rustig aan, goed blenden, blijven blenden. En dan uiteindelijk ziet het er zo uit. Ik vind het mooi geblend. En ja, ik vind het effect heel erg mooi. Vaak gebruik ik wel een andere tool gewoon zelf. Puur omdat het iets sneller voor mij gaat. Maar ik vind het effect van deze heel erg mooi. Nou jongens, en dan ziet het er zo uit. Ik moet zeggen, het ziet er prima uit. Ik zou zo echt wel de deur uit durven gaan. Maar dan is de vraag, is dit een mooi of is dit een zooi? Ik moet zeggen, twee sets krijgen sowieso
zo een dikke, vette mooi. En jullie weten waarschijnlijk al welke. En dat is de Zeemeermin set en de Witte Borstel set. Allebei naar mijn mening super goed en hun prijs waard. Als we het hebben over de Mermaid set, daar krijg je natuurlijk ook nog accessoires in. Die hebben we vandaag niet echt getest. Maar de make-up kwast, de schoonmaakding, zal vast prima werken. Want ik heb al een paar budget varianten hiervan en die werken top. Dus daar twijfel ik niet aan. En verder krijg je er een super schattig spiegeltje in die gelijk in mijn tas gaat. Ik word daar helemaal blij van. Dat was een van de eerste dingen dat ik dacht, die heb ik nodig. Maar in elk geval, deze twee sets krijgen van mij een dikke vette mooi. Want die zijn echt gewoon mooi. Als je nagaat, volgens mij was de een 3,80 en de ander iets van 4 euro nog wat. En daarvoor zijn ze allebei meer dan hun geld waard. En kan ik jullie ook zeker aanraden. Als het gaat om de zwarte make-up set van de Action, geef ik deze een zooi. Het spijt me heel erg. Er zit één kwast in die ik wel echt tof vond. Maar voor de rest was die echt een teleurstelling. Kwasten waren niet goed afgesneden. Eén beauty blender kwam al gewoon met foundation of in elk geval viezigheid erop aan. Wat ik not done vind, ook voor dat geld alsnog. Weet je, tuurlijk, het is budget. Maar dan verwacht je alsnog wel dat je producten goed en schoon zullen zijn als je ze koopt natuurlijk. En verder vond ik ze gewoon heel erg tegenvallen. Voelde een stuk synthetischer. Ja, de meeste vielen gewoon heel erg tegen. De enige die echt top was, was de bronzing kwast die ik voor de bronzer heb gebruikt. Die kan ik je ook nog steeds zeker aanraden. Maar ja, om daar nou die hele set voor te kopen, dat is natuurlijk een kwestie wat je zelf moet afwegen. Want de rest was best wel teleurstellend. En volgens mij zit er iets van 12 items in totaal in. Dus daarvoor voor één kwast kan ik het gewoon geen mooi geven. Ja, dat was dan voor deze video dat we deze make-up tools samen gaan testen. Ik moet zeggen, ik vind het altijd heel erg leuk om deze testvideo's te filmen. Dus als je dit nou leuk vond om te kijken hoe je mij heel erg helpt, is deze video's een duimpje omhoog geven. Maar ook heel erg om te reageren. Al is het maar, hey, ik vond het leuk om te kijken. Of een item wat je de volgende keer heel erg graag zou willen zien in een mooi of zooi. Laat dat allemaal hier zo onder achter. Want hoe meer mensen reageren, hoe meer YouTube denkt van, hey, mensen vonden dit leuk. Laat ik deze video ook voorstellen aan iemand anders. Dus als je mij en mijn kanaal heel erg graag wil steunen, is dat een manier waarop je echt letterlijk in 5 seconden mij heel erg helpt. Dus alvast super bedankt voor alle mensen die hieronder een reactie hebben achtergelaten. En ik hoop gewoon ook vooral heel erg dat je dit leuk vond om te kijken weer vandaag. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je bij me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!